een mooie pose maken. Dankjewel. Yo, gasten! En dames! Wat leuk dat je bij zijn bij een gloednieuwe What's the Kans zat. En vandaag hebben we weer 3 challenges voor jullie in petto. Ja, laten we gelijk maar beginnen met de eerste challenge. En de eerste challenge is: wat is de kans dat je bij iemand aanbelt en dan vervolgens niks zegt? Dus je staat er eigenlijk gewoon als een zombie voor, gewoon niks. Ja. En als die mensen dan de deur dicht doen, dan ben je gewoon nog een keer aan. En nog een keer, en nog een keer. Oké, laat je klap beginnen. Steen, papier, schaar. Dan je een klap krijgt. Rob blijft staan totdat hij een klap krijgt, hoor. Nee, nee, nee. Steen, papier, schaar. Ja, dan gaan we meteen voor die 1.5, hè. Je weet het, voor die 1.5 wordt. Oké, okay, ik af. Oké, okay, oeh. 3, 2, 1, 4. 1. Oeh, hebben ze weer geluk, hè. Ah, en omdat hij al lekker 1 op 5 is, dan geef ik hem nu vervolgens aan... Yes. Yes. 1 op 3. Oké, pop dan maar af. 3, 2, 1, 3. Ah, oh, fuck! Ja, lekker! Lekker hoor, lekker. Ja, ja, kom maar, kom maar. Ja, ja, dit is echt weer zoiets stom, hè, hoor. Ik denk weer aan deel bij de hoofd komen bij Niels. Aanbellen bij iemand de hoofd komen bij Niels. Kennen jullie hem? Ik ken hem ergens van, denk ik. Dan zeg je dus wie het is dan. Hoi. Kennen jullie die jongen? Ja. Ja. Maar die zegt niks. Oh, dan weet ik al voor wie de... Oh, ja, ik denk dat ik ook voor wat dat is. Wat is de kans dan? Ja, huh? Dat denk ik ook. Weet je, net knuppelsigels aan het doen. Hoi. Oh. Ja, smor, ik zie het ook op zijn bril staan. Sorry. Oh shit. Oké, we zijn aangekomen bij de volgende challenge. De volgende challenge: wat is de kans dat je langs vreemden gaat zitten en van die scheetgeluiden gaat maken, alsof je aan het ruften bent? Ja, dan mag je met je telefoon of met een scheetzak doen. Dan moet je zelf kiezen, dat maakt niet uit, maar gewoon lekkere roef te laten. Een roef te, van die vieze jakkers. Ja, en diegene die vieze jakkers heeft is toch Ivo Bex? Ja, is Ivo. Zeker. Vegan farts van Ivo. Je weet, ik ben 1 op 5 boy, dus ik zeg 1 op 5. Als je nou 1 op 6 bent, was het fucking grappig. Oké, okay. Ik tel af, ja? 3, 2, 1, 2. Precies! Hoppa, zijn scheetjes binnen naar buiten! Hoppa, hoppa! Waarom gaat dit zo snel? Hey, Ivo! Hey, luister, ik ben wel de enige die hier scheid heeft. Ik ga altijd. Ja, je hebt scheid, ja! Scheid! Oké, maar hoe Ivo zijn scheid gaat tonen in de stad, dan zien jullie nou. Ivo, het is tijd dat jij je aan eens een keer in een goede werking mag zetten en flink wat poepjes mag laten langs mensen zijn neus. Maar doe ik even een beetje mee en doe even meewinden of zo. Veel waaien. Kom, even waaien. Goed, komt goed, komt goed, komt. Het is scheet dat je hun wilt vergassen. Zo, verder gezond? Ja. Je gaat hem door, hè? Ik ga hem door. Oké, okay, mooi. Ga ik naar de volgende toe. Hey Mark! Oké, jongens, dit was nou de challenge. Vond je deze challenge leuk? Zorg dan even dat je dat laat weten in de comments. Dan maken we hier een hele video van, vol met scheten. Ja, dames en heren, we zijn inmiddels weer bij de laatste challenge aangekomen. En de laatste challenge is: wat is de kans dat je in je badjas door de stad heen gaat zwekken? Gaat zwekken. Zwekken. Ja. Ik weet niet, maar ik vind het, sorry dat ik het zeg. Ik ga niet zeggen dat je hem aan mij moet geven of aan Niels. Maar je hebt een grote zwek. Ik geef hem gewoon aan jou, Niels. Nee, je hebt grote smoel.
Hier, jij bent. Ja, 1 of 3. 1 of 3, ja. Dat is wel een goeie, toch? 3, 2, 1, 1. Oh, dan mag ik hem doorgeven. Nou, ik heb wel eens ooit een foto gezien dat Niels in een badjas stond. Dus geef hem aan Ivo. Ja, 1 op 3. 1 op 3. Poesie! Poesie! Ik ben toen ook laag. Hij is al fucking laag. Nee, jongen. Ik ben toen echt toen laag gegaan. Jongen. Op. Ik vind dat je op zijn minst 1 op 2. 3, 2, 1, 2. Oeh, Bob. 1 op 2. 1 op 2. Ik ga wel laag. Hier staan maar af. 3, 2, 1, 2. Ivo! Ja, 1 op 2. 3, 2, 1, 1. Ja! Ivo heeft zwek. Ivo heeft badjas zwekkers. Ivo, jouw badjas moment, jongen. Doe alsof dit een grote achtertuin van je is. Lekker ontspannen in je badjas. Gewoon een middagwandeling maken. Is wel alweer de zoveelste challenge. Ik ben wel vaak te lullen de laatste aflevering. Ja, dat maakt mij niet uit. Ik vind het mooi. Ga maar jezelf omkleden. Daar is de kleedkamer. Ik doe gewoon hier mee, ik doe gewoon hier op midden op het plein. Kom. Het is tijd om even dingen te gaan doen, jongens. Ten eerste geven we deze spullen. Even aan de boys. Zij bij jou. Wij horen natuurlijk niet bij, dus ik en Rob gaan via een afstandje mooi de reacties proberen te filmen. Mits er leuke reacties zijn, maar hier net was het al leuke chaos. Dus ik ben benieuwd hoe het dadelijk daar is. En die straat is veel drukker. Dus laten we gaan. Snatch your soul out his shirt, just take him for that ride. OG is one who's standing on his own feet. A boss is one who guarantee we gon' eat. Fuck a blog dog, cause one day we gon' meet. Nou, hoe lang duurt deze challenge eigenlijk nog, jongens? Want ik loop hier al een tijdje door de stad heen. En volgens mij was de opdracht, loop door de stad heen in je badjas. En dat heb ik nu eigenlijk al gedaan. Dus mijn vraag is, hoe lang gaat deze challenge nog duren? Er gebeurt helemaal niks, loop je gewoon door de stad heen. Nee hoor, jij moet langer doorlopen. Nee, jawel. Doe maar mee. Nee. Doe maar mee. We gaan niet meedoen totdat jij een ontbijtje hebt gescoord. Ja, vriend. Denk je nou echt dat ze mij een ontbijtje gaan geven? Nou, waar moet ik een ontbijtje fixen dan? Ben je loop ijsbeer bij de ijsbeer? Bij dat kraampje daar. Ja goed, kom maar mee. Kom, gaan we gewoon doen, ja. Hi. Mevrouw, hallo. Zou ik iets mogen vragen? Ik heb vanmorgen, zoals u kan zien, en ik moet één ding fixen. En dat is een klein item, zeg maar iets te eten of iets te drinken of een klein ijsje. Zou u misschien wat kwijt kunnen voor de video? Dan ben ik van nee, dat is dus elke keer. Daar kan ik niet aan beginnen, jongen. Handje van dit. Dan heb ik al gewonnen. Dat is mijn winkelaar. Kijk eens aan, jongens. Ja, ik heb al gewonnen. Hé jongens, even mijn ontbijtje gefixt hier. Ontbijt, zout. Nee. Hier. Ja! Ik heb gewonnen, jongens. Pop, kijk eens, hij heeft gefilmd. Ik heb eten gefixt. Die vrouw die wou helaas geen ander eten geven, maar ik heb toch wel disco dip gefixt. Dus Rob, challenge completed. Ja, hij heeft het wel gedaan. Dat betekent dat wij ook eigenlijk nu in een badjas moeten gaan. Ja, dus begin maar vast met omkleden. Jongens, ik ben inmiddels niet meer alleen. Ik ben wel het zwarte schaap, komt omdat ik eigenlijk de lul was. Maar deze twee jongens die gaan mij nu vergezellen. Wij zijn de engeltjes dus, van de... Ja, we zijn jouw engeltjes, Ivo. Ja.
Ik zou je zeggen, een badjas zit nog best chill, lekker luchtig. Dit past er niet in deze tas. Helaas was dit weer het einde van de video. Hebben jullie genoten? Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen. Ja, en hebben jullie nog leuke challenges die een van deze twee jongens de volgende keer uit moeten voeren? Laat die dan weten in de reacties. Ja, en vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. Dat kan hierboven, hier zo. Je hebt een heel groot logo van ons kanaal. Daar moet je eventjes op klikken en dan kan je abonneren op ons kanaal. Dus gewoon op het schermpje van je mobiel zo. En dan klik, 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 klik. Ja, en dan zeggen we zoals gewoonlijk. Later!